EA lijkt de laatste tijd zichzelf wel niet, want zei je altijd EA, dan zei je FIFA, Microsoft Actions, FUT, Madden en al die commerciële dingen die zij op ons loslieten. Maar de laatste tijd komen ze opeens gewoon met ouderwetse singleplayer games. Denk aan een Dead Space remake die we onlangs hebben gehad. Straks komt een nieuwe Star Wars Jedi game eruit die ook heel tof is. En opeens hebben we daar Wild Hearts, een samenwerking met Koei, vind ik altijd echt ontzettend leuk om te zeggen. En het is een variant op het Monster Hunter genre. En ja, dat is wel even iets wat je bij Capcom of Square of Konami zou verwachten, maar niet bij EA. Twee mensen hebben dit kunnen spelen. Skate en Jasper, twee grote monsterjagers. En ik ben heel benieuwd, ben echt heel erg benieuwd, oprecht benieuwd, Of dit wat is. Want ja, EA, hè, dan weet je het gewoon niet helemaal wat ze ermee willen. Ja, al is op geen enkele manier duidelijk dat EA hier ook maar enigszins invloed op gehad heeft. Best beter misschien. Want dit is puur publishing. Japans ten voeten uit. Okay. Dit is puur publishing inderdaad van EA's kant. Want dat deze game gemaakt heeft. Omega Force. Omega Force inderdaad, ja. Bekend van de Dynasty Warriors serie die ook voor een deel door EA zijn gedaan. Ja. Dus daar zit een link. Ja. Oh, dus het gaat al wat langer terug. Die hebben aan elkaar gesnuffeld. Ja, dat heeft dan een redelijk rijke historie dan. Want Dynasty Warriors, dat gaat dan een tijdje mee natuurlijk. Ja. Maar kijk... Je merkt meteen van, ja, dit is wat we natuurlijk al lang kennen. Dit is Monster Hunter World in principe. Ik wil niet zeggen rip-off, want dat is iets te kort door de bocht. Maar ja, het schijnt een heel genre te zijn, dat monster hunten. Ja. Maar om eerlijk te zijn, ik ken eigenlijk alleen Monster Hunter, de franchise. Nou, in Japan is dit wel echt... Laat ik zo zeggen, als een nieuwe Monster Hunter uitkomt, dan nemen mensen daar dagen vrij. Ja, maar die andere series, ik ken ze eerlijk gezegd niet. En welke series zijn dat? Weet geen je idee. Ze schijnen er te zijn. Dat heb ik dan net weer even niet uitgezocht. Maar misschien hebben Japanners iets met monsters jagen, weet je wel? Dat zit natuurlijk ook een beetje in de folklore van Japan natuurlijk. Heeft de bepaalde evil spirit. Dat is natuurlijk wel... Wij jagen liever op spec ops en SES agents. Beren dood. Ja. En zij jagen op ons. Kijk, wat ik er dan wel EA-urig aan vind, is natuurlijk... Kijk, Monster Hunter is op dit moment, zeker in Japan, heel groot. Maar je merkt ook, die Monster Hunter games hebben het in Europa en Amerika ook best goed gedaan. Dus zij zien daar een commercieel raakvlak van. Hey, maar hier zit een doelgroep. Het is ook een doelgroep die natuurlijk... gewend is Monster Hunter te spelen, wat de top is. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit in de buurt kan komen van Monster Hunter, of dat het feitelijk een goedkope Monster Hunter clone is. Ja, dat is voor mij sowieso een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik heb Monster Hunter wel gespeeld, maar sporadisch. Ik ben er nooit heel erg door gegrepen. Ja. Terwijl ik wel heel erg van Japanse games houd, dus misschien... Ja, is het voor mij wat moeilijk om het te vergelijken. Dus ik heb de game heel erg... voor degene die er echt blanco in wil stappen... ben ik denk ik een goed aanspreekpunt wat dat betreft. Ja. Ik ben er echt... ik ben er echt gewoon ingerold. En het verhaal is niet, hoe zeg je dat, heel wereldschokkend. Weet je, je hebt een wereld en dan heb je Kemono. Kemono, zo heten de beesten. Die terroriseren die wereld. Zijn gigantische beesten. Ja, en ja, je bent gewoon een guy die... Of een vrouw of een them-day, dat mag je zelf kiezen. Die een veelvoud aan wapens tot zijn beschikking heeft. En je hebt een... ik weet niet of zit er bij Monster Hunter ook zo'n bouwelement in? Want dat... Nee, dat is juist wat het verschil maakt ten opzichte van de Monster Hunter. Precies, want je hebt een soort contraptions die heten Karakuri. Karakuri, maar je moet het uitspreken als Karakuri. Mm-hmm. En daarmee kan je eigenlijk torens bouwen en katapulten bouwen en propellers bouwen en allerlei dingen om je gevecht tegen de monsters, maar ook je traversen door die wereld wat makkelijker te maken. Okay. Dat is even in het kort de setup. Maar jij hebt wel Monster Hunter gespeeld. Dus. Ja, en bij Monster Hunter speelt verticaliteit in zekere opzicht ook een rol. Want uiteindelijk probeer je ook altijd wel op die grote beesten terecht te komen en zo. Maar omdat je daar niet die contraptions hebt, is dat altijd weer een stuk lastiger. Hier heb je springboards, je kunt stellages bouwen. En als je het goed bouwt en als je genoeg materiaal hebt, dan kun je drie rijen van drie naast elkaar bouwen. En dan ontstaat er een bulwark. Mm-hmm. Dat is echt gewoon zo'n een hele een soort
bijna ondringbare muur. Als je ondoordringbare muur, als je die goed bouwt. Ja. En daar kun je, als je die goed bouwt, dan kun je die kimono. Als die dan met zijn kop er tegenaan komt, dan is hij eventjes verdoofd. Dan gaat hij even op. Dan gaat hij even plat. En daar kun je dan weer gebruik van maken. Want al die grote wezens die voor een deel op een bepaalde manier vergroeid zijn met de aarde. De ene heeft rotsen bij zich, de andere weer. De heeft de poison elementen. Elke kimono heeft een specifiek. Ja, specifieke eigenschap. En daar moet je steeds weer iets op vinden. Maar die hebben allemaal zwakke plekken ook. Ja. En als je ze, hoe vaker je ze verslaat, dat zie je ook bij Monster Hunter, hoe vaker je ze verslaat, hoe meer informatie je over ze krijgt. Je moet vaak kimono 5 keer verslaan. Het is een beetje een grind, maar dat kennen we van de Hunter Games, weet je wel. Je moet grinden. Je moet dezelfde vijanden regelmatig meerdere keren verslaan, maar je merkt dat naarmate je levelt, je armor beter wordt, je wapen uitgebreider wordt, dat op een gegeven moment de kimono die je in het begin, waar je in het begin nog zo'n moeite mee hebt, als je daarna een dag en levelde en zo nog eens terugkomt, dan wordt het een heel stuk makkelijker om in je eentje te verslaan. En heb je zoiets van, ik heb geen zin om het in mijn eentje te doen, dan kun je nog altijd de hulp inroepen van 2 mensen online, want het is een 3-player co-op game dit. Oké. Ik zit nu even met, ja, toch wel, verbazing niet, maar ik zit wel te kijken naar de manier waarop je wapens kan maken. Dus die contraptions altijd. Het ziet er nog wel best wel groots uit. Veel, veel mogelijkheden. Bijzonder uitgebreid. Ja, het is wel zo zeker. Dat in totaal zijn er slechts 8 wapens. Mm-hmm. Maar elk wapen, je ziet hier de tree bij het forgen van weapons, die is extreem groot. Daar ben je echt niet even in een dagje doorheen. En je kunt alle kanten ermee op. Je zult daar wel steeds beesten voor moeten verslaan en grondstoffen, items moeten vinden. En ja, dat vergt nogal wat tijd. Ja. En elk wapen heeft ook wel zijn pros en zijn cons. En je moet daar ook af en toe wel even mee oefenen. Want heel veel, ik bedoel, het zit op X, Y en triggers bijvoorbeeld. De slagcombinaties. Maar daarbinnen valt ook weer een hoop te variëren. Dus, zeker. Ja, er zit hard ook, to master, hoor. Ja, en wel wat mij wel echt aansprak is wel, er zit veel variatie ook in wat de wapens precies voor perks hebben. Je hebt bijvoorbeeld een soort van parasolletje, zoals je vroeger bij de Chinezen op het ijsje altijd kreeg. Ja. En daar kan je hiermee vechten. Maar dat parasolletje heeft bijvoorbeeld een parry-mechaniek die andere wapens niet hebben. En heb je bijvoorbeeld een pijlenboog, die heeft ook weer een hele interessante mechaniek met dat je pijlen kan opladen en een soort van sterker kan maken. Nou, je hebt een gigantisch soort ultra-giga zwaard. Die kan je soort van heel langzaam opladen. Dat is een hele lastige attack, want die vergt echt wel 20 seconden aan charge tijd. Maar als je hem dan raakt, dan klap je echt flink wat van zijn helft eraf. En zo is er eigenlijk best wel wat te variëren in speelstijl. En ook als je dus co-op speelt, kan je elkaar dus ook daarin ondersteunen. Dat je één iemand bijvoorbeeld een wat sneller wapen heeft. Mm-hmm. En iemand anders die wat meer een achtergrondrol, of bijvoorbeeld een flankrol met een pijl en boog hanteert. Ja, dat maakt het wel interessant. Er zit wel veel gameplay in. Ja. Er zitten veel goede concepten in, maar ik moet wel zeggen dat er ook wel wat dingen aan de game zijn waarvan ik denk, gaan we het zo over hebben. Hoe is de progressie in deze game? Is het een open wereld waarin je gewoon maar gaat rondlopen en dan, deze mod, die kan ik nog niet hebben, dan loop ik hier even een andere kant op. Zit er een verhaal in? Word je zeg maar door de developer een beetje bij je oorlelletje gepakt en een bepaalde kant op getrokken? Wat is het doel? Het is niet super lineair. Het is niet zo dat iedereen dezelfde experience heeft wanneer het op de story missions aankomt, zeg maar. Want daarbinnen is ook nog genoeg ruimte voor variatie. Het is niet zo dat er een vaste, in het begin nog een beetje wel, maar je hebt steeds een main quest. En dan ga je naar een van de gebieden, verschillende gebieden toe. En het is ook allemaal weer season driven. Winter, lente, zomer en herfst. Dat krijg je allemaal in die verschillende gebieden. Je unlockt op een gegeven moment ook steeds meer gebieden. En het is zo dat je, naarmate je verder komt, kun je ook eventueel op basis van de manier waarop je het verhaal doorloopt en de dingen die je doet, kun je andere beesten krijgen dan andere spelers bijvoorbeeld. Dus het is niet super lineair in dat opzicht. Maar wat is je einddoel? Mijn einddoel is om gewoon de wereld
te redden, te zuiveren. Kimono vrij, ja, precies, te zuiveren, van de kimono plaag. Ah, oké, okay, ja. Ja, en in principe is de wereld eigenlijk opgedeeld in een soort van, ja, je zou zeggen, je begint eigenlijk in een stuk, dan zijn er nog wat dingen er zitten wolkjes bovenop de map, zoals dat dan gaat. Dan kom je vervolgens, kom je dus in een gebied wat dan weer echt heel anders aanvoelt qua thema en sfeer, wat wel heel tof is. En ja, zo heb je dus eigenlijk, unlock je dus steeds meer gebieden en op een duur kan je dus wel van die gebieden steeds fast travelen, zeg maar. Ja. Ja, dat is wel apart trouwens. Je gaat op het duur wel van het ene gebied naar het andere gebied met een boot. Alleen, je zit niet echt in de boot. Het is gewoon een laadscherm en dan ben je daar. Maar ja. het is wel tof. Het voelt wel heel anders aan. Sowieso zit er wel veel variatie in de omgevingen, zeg maar. Wild Hearts is ook een van... Ik weet niet of het een van de eerste is, hoor. Maar in ieder geval, het is een next-gen exclusive. Dus dat betekent PlayStation 5, Xbox Series S en X en PC. Dat zou dan... de gelegenheid moeten geven aan Omega Force om ook werkelijk alle registers grafisch open te trekken. Hoe vinden jullie de game grafisch? Ik vind dat de game zich niet onderscheidt van een Monster Hunter, van de meest recente Monster Hunter games, hoor. Ja. Het is eigenlijk redelijk identiek. Ik vind de monsters wel heel gedetailleerd. Ja, de character design, tof character design, maar ik heb de game zelf op een 4090 gespeeld, dus het kan niet echt hoger dan dat. En ik moet nou niet zeggen dat ik echt helemaal wowed was. Ik dacht, dit is onvoorstelbaar. Het ziet er af en toe wel mooi uit. En ik had zeker in het begin, in het eerste gebied, had ik het idee dat ze best wel veel hadden gekeken naar Breath of the Wild. Ik kreeg een beetje dat gevoel. Er zat wel wat grafische stijl overlap in. Maar ik was niet weggeblazen, maar dat komt denk ik ook een beetje... Het is een Japanse game. En Japanse game engines of Japanse game developers hebben gewoon een bepaalde manier van werelden maken die... Ja, ik kan dat moeilijk uitleggen, maar dat is gewoon zo'n bepaalde vibe. Als je een beetje beter doorkijkt, op het duur had ik een stuk wat ik aan het spelen was, dat werd heel snel heel lelijk. De textures werden gaar, toen dacht ik net van, dit is een soort Dreamcast Fantasy Star Online. Maar dan heb je ook weer stukken, dan is het heel rijk met allemaal vegetatie, dat is dan super mooi. Maar als je dan beter kijkt, dan zie je dat die bloemetjes soms dan gewoon zweven en die assets gewoon zijn neergepleurd. Is het wel seamless in de zin van laadschermen of van de ene omgeving naar de andere? Alles gaat gewoon, je speelt gewoon één ruk door. Nee, je hebt wel laadschermen inderdaad. Bizar, ja. Je stapt gewoon een eilandje op bijvoorbeeld of een gebied in. En daar kun je wel gewoon allemaal, daar kun je vertoeven zonder laadschermen. Je kan van het ene punt naar het andere punt van het eiland. Je gaat battles ondertussen aan en dergelijke. Maar op een gegeven moment zul je weer terug moeten naar... de central hub, als het ware. Mm-hmm. Waar de mensen zitten die jou opdrachten geven. Die jou rewarden. Die de storyline progressen en dergelijke. Mm-hmm. En daar zit je nog steeds wel even met laadschermen. Dus je fast travelt ook. Je kan dus wel veel dingen bouwen. Je kan bijvoorbeeld ook tentjes bouwen. Dat worden dan fast travel point. Nou, hier zie je bijvoorbeeld, je hebt een soort van glider, touw. Hoe zeg je dat? Een soort van, wat weet zo'n ding nou? Wat je vroeger ook in de speeltuin had. Nou ja, je ziet het wel. Je kan van die touwen kan je schieten. Dat is wel een leuke mechanic, moet ik zeggen. Dan zet je zo'n ding neer, een soort harpoen, en die mik je dan. En dan kan je zelf bepalen waar je dat touw heen schiet. Ook omhoog, en dan kan je dat maar ook gebruiken. Op een monster bijvoorbeeld. En daar kun je een monster ook mee damagen. En je kunt ervoor zorgen dat je net voordat je loslaat bij dat monster, dat je nog even een jump omhoog maakt en extra veel damage doet van boven naar beneden, zeg maar. Dat zijn allemaal dingen die... er zijn meerdere manieren, meerdere wegen die naar Rome leiden om die monsters te verslaan in ieder geval. Ja, zeker. En de game beloont dat ook wel door bijvoorbeeld ook die crates, die karakuri, dat zijn die contrapties die je kan bouwen. Als jij dus kratjes op elkaar stapelt en je klimt daar bovenop en je kan een jumping attack doen, dan doet hij veel meer damage. Dus de game beloont dat wel een beetje, dat je inventief gebruik maakt van al die... foefjes die je kan bouwen. Yeah. En bijvoorbeeld door monsters te verslaan, of kimono, krijg je een bepaalde soort van upgrade points die je weer kan gebruiken om nieuwe objecten te unlocken. Ik moet zeggen, ik vond het wel in het begin, er komt veel op je af en niet alles is ook heel logisch. Je hebt bijvoorbeeld ook dragon pits. Dat zijn een soort van plekken die je op de map hebt die je dan moet activeren en dan kan je in de buurt van die plek kan je dus meer objecten bouwen. Dus een basis en steeds meer dingen. Ik begreep niet helemaal waarom dat was. Waarom daar die Dragon Pits voor nodig waren. Het voelde een beetje een soort van... Een beetje een overbodig mechanisme misschien. Maar voor de story was het dan zo dat daarmee de grond, de aarde weer zuiverder zou worden. Dus hoe meer je van die Dragon Pits unlockt... en daarvoor moet je weer ook weer vijanden verslagen hebben en dergelijke. Want daar zitten voorwaarden aan. Dat zijn volgens mij 5 stappen, als ik me niet vergis, in zo'n Dragon Pit. Hoe meer je van die stappen unlockt,
hoe zuiverder, hoe puurder de aarde weer wordt uiteindelijk. Ja, nou ja, dat was een mechanisme waarvan ik niet echt vond dat het dan heel veel toevoegde. Verder heb je om dingen te bouwen, de karakuri, zoals het dus heette, die objecten, heb je iets nodig dat heet karakuri thread. En dat krijg je door stenen en bomen te slopen. Je ziet hieronder in het scherm, ik weet niet of je dat kan zien, maar er staat 16. Dat is je hebt op den duur een bepaald aantal van die threads waarmee je dus een maximaal aantal dingen kan bouwen. Nou hebben die monsters, die kimono, die hebben wel bepaalde plekken op hun lichaam die geven blauw licht. Je kan ook op ze klimmen, à la Shadow of the Colossus. En lastig, ja. Dat inderdaad heel moeilijk is, maar soms kan je ook die soort van plekken aanvallen en dan krijg je meer van dat thread, zeg maar. Meer dan je eigenlijk normaliter kan dragen, maar ik moet wel zeggen dat voor mij niet heel erg veel toevoegde. Het is wel lekker dat je dan ongestoord dingen kan bouwen, maar ja, het blijft vooral wel echt hakken gewoon. Ik was vooral heel veel met mijn zwaard in de weer, ja. Dus... Die Monster Hunter games, dat staat of valt ook natuurlijk een beetje met de inventiviteit in de type monsters wat je voorgeschoteld krijgt. Want ik vind heel vaak, dan niet zozeer in de Monster Hunter games, maar als je kijkt wat meer naar eindbazen in het algemeen, dat je soms bepaalde types heel vaak tegenkomt in games. Zien er altijd een beetje hetzelfde uit, zoals die gasten met die open monden. Heb ik al in zoveel games gezien. Hoe zit dat hier? Vind je het inventief, vindingrijk? Nee, anders. Ik zie veel terug van Japanse lore. En dat betekent dat ik veel van deze characters ook al in andere Japanse games heb gezien. In zekere mate. Je strijdt hier tegen een grote vogel. Tegen een gigantische rat. Tegen een soort disco kip heb je ook nog. Ja, een soort disco kip inderdaad. Ik heb ze of al in Monster Hunter gezien. Ja. Of ik heb ze in... nou ja, een beetje een Souls-like, menig Souls-like games hebben ook dit soort creatures bijvoorbeeld, weet je wel? Ja. Ze vliegen, of ze zijn log en zwaar en beuken je gewoon helemaal kapot. Ze zijn wel heel organisch, hè? Ja, ik moet zeggen, ik vond het ontwerp met bos en ja, maar dat komt, ze zijn dus vergroeid met de aarde. Okay, en ze zijn ook al heel lang en nu vinden ze het blijkbaar nodig om terror te rainen, als het ware. En ja, aan jou dus... Ja, jij was aanvankelijk, je was een hunter die in het verleden eigenlijk, je werd gevraagd om andere mensen te killen, maar daar had je helemaal niks mee. En nu ben je daarom maar gaan hunten, zodat je in ieder geval nog wel lekker kunt killen, maar geen andere mensen. Ja, ik moet zeggen, als ik zo ook dit nu even zie, ik vind het ontwerp van de beesten wel heel vet. Maar wat ik een beetje met dit soort games heb, het is gewoon heel moeilijk om het gevecht van een klein mannetje tegen een groot beest. Ik bedoel, Shadow of the Colossus is daar echt in geslaagd. Ja, ja, ja. Maar die game draaide heel erg om langzame confrontaties en dit is veel meer fast-paced. En bijvoorbeeld, je kan zo'n karakuri, dat is zo'n kistje kan je maken. Nou, ik had er eentje neergezet, zo groot als een kratje bier. Dit gigantische beest stond op de duur bij mij precies op dat kistje dat hij zo even omhoog ging. Ja, dat haalt voor mij helemaal de immersion weg. Want het is een beest van, weet ik veel, 500 ton of zo. Die staat gewoon ineens op zo'n klein krat. Ja. En die, ja, dat moet ik wel zeggen, vond ik... Ja, dat vond ik dan wel een beetje jammer. Ja, kleine, je hebt ook een kleinere, ja, hoe zeg je, kleinere kimono boss. Dat is een ding. Je hebt ook een beetje low-level kimono die daar rondlopen. Dus die monsters, maar die zijn eigenlijk zijn die zo makkelijk dat het is of ze dat is zijn puur om te levelen. Precies, dat zijn gewoon een soort van wandelende crates. Maar die moet je dus, en dat heb je met alle beesten, en dat vind ik een beetje een gemiste kans. Je moet alles finishen, maar die finishers die zijn zo underwhelming. Ik dacht echt Kratos shit, van nu klimt hij op zijn oog en trekt hij zijn brein eruit door zijn oogkas. Nee joh, het is gewoon nou dat was hem. Ja. Oké. Okay. En ook die kleine beesten moet je dus ook finishen en dat is gewoon, dan moet je L2 ingedrukt houden en dan gaat er een balkje vol en dan Chuck. Maar dat ja, ik bedoel, dat is misschien een beetje anti-kleine anti-climax, maar ik bedoel, daar is dan wel per beest, afhankelijk van welk beest, en of je in je eentje speelt of met twee of drie man, want de monsters, de beesten scalen ook wel met je mee. Mm-hmm. Als jij met drie man speelt, dan zal die minder snel doodgaan dan wanneer je in je eentje speelt, zeg maar. Want dan zal de uitdaging wat groter zijn. Maar je bent minstens wel een minuut of 8-9 bezig. En dat kan zomaar, als het echt een uitdagende is, 30, 40 tot wel 60 minuten duren. Dat zijn behoorlijke uitputtingsslagen. Want ook hier is het zo, net als in Monster Hunter, fase 1. Je hebt een behoorlijk wat schade toebediend. Ah, hij gaat er vandoor. Gaat hij weg? Gaat hij naar een ander gebied? Weet je wel? En dan krijg je fase 2 en in fase 3... heb je dan weer bij veel van die kimono dat ze dan
Als je echt pissig is. Dan worden ze echt pissed off. En dan gaan ze bijvoorbeeld met... dan heb je een silverback gorilla-achtige creature... die met vuurstenen gaat gooien. Een soort kraai gaat dan veel meer poison clouds op je afvuren en zo. Dus weet je, er zit een hele opbouw in. En uiteindelijk is die de weg daarnaartoe... dat is dan is interessanter dan die finisher is, zelf. Is doodgaan terug naar... whatever, ja, je hebt drie, save game? Je hebt drie pogingen. In die drie pogingen is het zo... stel, je gaat de eerste keer dood... Dan kun je terug naar bijvoorbeeld deze kraai. Dan heeft hij nog steeds de schade die hij had voordat jij dood ging. Oké. En bij de derde keer dood, dan derde is het keer even dood, terug. En dan is het gewoon, hey, jammer man. Je hebt het niet in drie keer voor elkaar gekregen. Begin maar opnieuw. Dat is redelijk vergeeflijk. Maar lastig zat als jij... Als je gewoon veel dingen in je eentje doet bijvoorbeeld. Dus deze game leent zich wel uitermate goed ook voor co-op sessies hoor. Dat zit er een cross-platform ook nog eens? Ja, instelbare moeilijkheidsgraad in? Nee, ja kijk, elke creature heeft natuurlijk zijn moeilijkheidsgraad. Dus het is aan jou om te bepalen van... ga ik deze 3-sterren of 4-sterren creature... nu al proberen het kapot te maken. Ja. Wetende dat het high risk is. Wel high reward. Hmm. Maar misschien doe ik er verstandiger aan om eerst nog op zoek te gaan naar een kimono... die iets meer binnen mijn level ligt, zeg maar. Ja. Dat zijn keuzes die je maakt. En je kunt dus die storyline, story missions blijven volgen. Mm-hmm. Maar ik zou zeker ook gewoon, en dat heb ik ook met veel plezier gedaan... gewoon die sidequests doen. Je kunt losse hunting missions gewoon doen in een bepaald gebied. Zodat je in ieder geval weet van... Oké, voor de volgende main mission... Ja. Ben ik in ieder geval genoeg geleveld nu met die op zichzelf staande hunting missions. Je kunt ook... missions krijgen van andere hunters uit andere werelden. Jij gaat dan tijdelijk naar hun wereld toe. En zij geven jou dan een missie. Hey, kill deze bastard. Je killt hem. En dan kun je vervolgens... Je krijgt de loot en je gaat weer terug naar je eigen wereld. Okay. Dus zo maak je jezelf steeds sterker. Ja, en andersom dus kan je ook assistentie vragen. Als jij een gigantische etterbak ziet die denkt van... Dit is te veel voor mij, dan zeg je assistentie. Maar ja, goed, wij speelden natuurlijk een pre-release beeld. Dus er was niet een hele grote pool aan mensen natuurlijk online. Nee. Ik heb wel natuurlijk met Skate samen nog gespeeld. Was wel interessant. Ik moet wel zeggen, ja, de mechaniek van wat je samen zou kunnen doen. In mijn optiek hadden ze daar meer uit kunnen halen, maar het is wel, ja, het is gewoon Monster Hunter co-op stijl in die zin van, ja, iedereen hakt gewoon chipped away at the bastard en dan hoop je dat hij omvalt. Ja. En zit er dan ook een soort van Pokémon vibe in die zin van, je wil eigenlijk alle monsters verzamelen, dus een keer gedood hebben? Dat sowieso. Vooral die grote big bad motherfuckers, die wil je allemaal wel vinden en verslaan. Precies, en ze hebben natuurlijk ook, elk monster heeft weer zijn eigen drops. En bepaalde drops kan je bepaalde armen mee maken. Nou, dat is natuurlijk weer swag, want dan loop je rond in een of andere, ja, weet je wel, iets waarvan mensen kunnen zien dat jij dat hebt gekild. Dus ja, dat zit er wel in, maar... Ja, en dat niet alleen. Omdat, ik bedoel, elke armor set heeft natuurlijk ook zijn eigen kwaliteiten. De ene armor set is veel meer vuurresistent. De andere kan weer veel meer fysieke klappen handelen. Dus je bent wel constant bezig met de perfect armor set te maken. En daarvoor moet je dan steeds, wat ik eerder al zei... meerdere kimono, specifieke kimono, meerdere keren verslaan. Ja. Jasper, jij zei net al van, het zijn toch ook wel wat minpunten aan deze game. Want dit klinkt allemaal voor waarschijnlijk Monster Hunter fans iets als, precies van, hey, oké, wauw, weet je, ik hou van Monster Hunter, ben ik nu klaar. Dit is wel een game voor mij. Maar er is een mits. Ja, er zijn een aantal dingen waarvan ik dacht, ja. Van die kleine dingetjes, bijvoorbeeld. Als je met een mannetje wil praten, moet je eerst je zwaard sheathen, zeg maar, terugstoppen. Daar sta ik voor een mannetje en ik denk op de duur dat ik vast in het verhaal, zeg maar. Ik denk, ja, wat moet ik nou doen? En dan bleek dus na 10 minuten, ik moest gewoon mijn zwaard wegdoen, anders kan je niet praten, ja. Ik bedoel, als ik in de keuken champignon sta te snijden, kan ik ook met je praten, zeg maar. Dus. Nee. Als jij met een zwaard de stad ingaat en je staat daar gewoon zo, dan gaat niemand met je praten in Groningen. Dan moet je hem eventjes gewoon in je scheden doen en dan is het helemaal normaal. Ja. Groningen krijgt er weer van langs. Tuurlijk. Altijd. Ja. Wat ik ook bijvoorbeeld... ik vind het heel debiel. Je kan niet zwemmen in de game. Je kan wel een beetje door het water heen wandelen, maar zodra je in de zee plonst, is het... Dan denk ik, ja, kom op, weet je. Ik bedoel, er was meer uit te halen. Maar dat vind ik dan jammer. Wat ik al zei,
De final blows had ik wel zoiets van, dat was... Had beter gekund. Ik heb tijdens de combat heftigere shit gezien dan die final blow. Het is letterlijk gewoon, het is heel hard krijsen en achee, nou ja, daar gaat ie. Maar Japanse letters over in beeld zo, en dan krijg je vervolgens te zien wat je uiteindelijk gekregen hebt bij het killen van die ja, en ook kimono. van die kleine dingen, zoals er zitten dan niet echt ragdoll physics in, maar het zijn van die predefined death animaties. Mm-hmm. Dus dan heb je zeg maar 3 van die padden gekild en die liggen allemaal ze zo. Ja, dan denk ik van, oh ja, het is iets, ik kan het niet echt uitleggen. Het heeft daarom, kijk, het is echt een typisch Japanse game voor mij, zo voelde het aan. Het is dan ook om die reden intrigerend, want het heeft een bepaalde vibe die gewoon super weird is. Dat vind ik gewoon vet aan Japanse mm-hmm. games. Dus ik was wel geïntrigeerd steeds om door te spelen, maar ja, het frustreerde me af en toe ook wel dat ik gewoon, ja, en ook qua graphics her en der ook gewoon een beetje dat het, als je dan een beetje gaat doorlopen en op zoek gaat naar een beetje, nou, de rand van de wereld gaat verkennen, kom je af en toe plekken tegen waarvan je denkt, ja, hier hebben de developers gewoon, die dachten, ja, doei, en die gaan weer iets anders maken. Ja, dus, ja, ja, wat ik wel moet zeggen trouwens, dat is ook weer ja, het wel typisch Japans. De muziek is heel vet. Dat had ik wel direct vanaf het begin. Er zit echt een vibe in van, ja, een beetje die sentimentele Japanse, weet je, orkestmuziek en zo. Mm-hmm. Dat maakt het ook wel weer heel sfeervol. Maar dan zijn de gesprekken bijvoorbeeld met de characters in het verhaal, vond ik dan, ja... Ja, ja, weet maar je... Maar heb jij het in het Engels gezet of Japans? Ik heb het niet aangeraakt en het stond in het Engels. Oké, okay, ja, ik zet het altijd wel gewoon in het Japans met Engelse subtitles. Had ik misschien beter ook kunnen doen. Ja, dat komt over het algemeen wel het best uit de verf hoor, met dit soort games. Ja, want ook die eerste character, zeg maar, die jou de wereld een beetje... Hey, De Disco Kip, daar is hij. Maar de eerste character die je ontmoet is een soort van gemaskerde persoon. En die, nou, die stuurt jou een beetje de wereld in. En die voice acting was gewoon een beetje cringy, weet je. Dat vind ik wel jammer, want dat is wel gewoon het begin van de game. Ja, het is een speciale persoon. Ja. Kan ik je vertellen. Ik ga er niet te veel over loslaten. Ja, en wat ik ook moet zeggen, de performance... Ik bedoel, ik speelde het op een... het is een 13700 processor en een 4090. En ik vond de performance was... Het was nog een... Dat kunnen ze nog goed krijgen na de release natuurlijk. Ja, maar ja, we hadden een redelijk vroege beeld, hè. Ja. Inmiddels zaten we op 1.0.2. Dus er zijn wel wat patches overheen gegaan. Maar ik weet niet of daar de Day One patch ook al... want die zou ook wel... Nog wat issues, zoals de hier en daar wat instabiele frame rate. We horen wel veel, want Hogwarts Legacy had ook... Die PC-code was ook zo laggy als fuck. Ja, en ik had het ook wel beter, maar... Ik had een glitch met deze game. De eerste avond dat ik het wilde spelen was direct... Het was een soort alsof soort evil ghost in mijn computer was gekomen. Ja. Die character die stond gewoon uit zichzelf gewoon helemaal gek te gaan. Alle menus gingen aan en die zat met zijn zwaard te mappen. En ik had alle controllers uit mijn PC getrokken. Ja, dat zou... Eventueel nog een patch. Dat is dan omdat, ja, gelukkig krijgen we nu de laatste tijd weer wel wat meer codes vroeger. Publishers zijn er toch weer op terug aan het komen. En dat betekent dat je daar dan... Het is er. We gaan het zien bij launch gewoon. Hè? En in de dagen na launch of dat dan goed is. PC is vaak wel een beetje het zorgenkindje. Mm-hmm. Ja, console. Ik heb ook altijd het gevoel, Japan is toch ook heel erg, zeker PlayStation. Dus de console, daar bouwen ze het heel erg op. En dan gaat het ook nog naar de PC toe. Dat is wel jammer. Maar alles wat ik hoor van jullie is dan, de basis van deze game is tof. Het is leuk om te spelen. Ja, maar het zit nog niet in de Champions League. Kanttekening, het is leuk. Ik vond het af en toe best wel leuk om te spelen. Maar wat ik wel een beetje heb, en dat is dan misschien... Ja, of mag je dat Japans game design noemen? Je voelt wel van ergens dacht ik gewoon, dit is een Dreamcast game on steroids of zo, weet je? Want het is wel gewoon, je ziet die beesten zijn gewoon gigantische 3D-modellen, die zijn in die wereld gezet en je rent eromheen. Maar af en toe beweegt het allemaal. Ik bedoel, je hebt dan van die bamboebomen, die gaan niet omver. En zelfs in Breath of the Wild kon je die bamboes dingen doorheen hakken en zo. Ik miste gewoon een beetje interactiviteit in de wereld. En dat was denk ik mooier, ja. Ik heb deze game, volgens mij is die ook... ongeveer 3 jaar in ontwikkeling geweest, hoor, wat ik las. En dat vind ik altijd wel, moet ik ze dan wel weer... de game start in 2018, dus ja, het is 4 jaar. Dat ze vaak wel... 5 jaar inmiddels dan, toch? Ja, wel redelijk op tijd zijn en dingen ook sneller afmaken. Hoe zit jij erin, Skate? Nou, na mijn eerste paar uur waarin ik echt nog te veel in een soort van Monster Hunter... ding zat, zeg maar, ja, in mijn hoofd. Ja, dat is toch Jezus, logisch. Fuck, dit is wel echt 1-op-1, hoor. Oh, er loopt ook... Er gaat ook zo'n balletje met mij mee, zoals in Monster Hunter, die ook af en toe assisteert met health geven of een aanval doen of zo, of afleiding verzorgen. Is dat nou onderdeel van het hunting genre, of...
Weet je wel? Ja. Probeer je nou gewoon echt gewoon een manstand, de veilige route te lopen en echt alles maar gewoon een beetje na te maken. Totdat ik verder en verder en verder kwam en steeds meer kimono wist te verslaan en steeds meer van die contraptions en items kreeg waarmee ik bijvoorbeeld met een soort propeller kon ik gewoon van hoge hoogtes kon ik naar beneden vliegen en op een vijand neerhakken. Ik kon uit een bepaald ding schieten opeens met veel kracht. En het steeds uitgebreider. En toen begon ik steeds meer, ook juist door, ik kwam in die loop. En soms kom je in een loop van craften, bouwen, een vijand verslaan. Craften, bouwen, vijand verslaan. En die loop, die bleef maar gaan. En ik kwam in een zone terecht. En opeens, ik zag opeens, oh fuck, het is 3:30, weet je wel. 'S nachts. Maar dat geeft wel aan dat deze game echt wel een aantal dingen heel goed doet. Ja. Wat ik erg jammer vond. Kijk, Monster Hunter heeft hetzelfde. Het is een beetje die losse benadering van aanvallen uitvoeren. Het is niet zoals, kijk, ik wil niet alles maar gewoon altijd met Souls-like games vergelijken. Ja. Maar daar ben je echt specifiek op een lichaamsdeel of iets dergelijks aan het inhakken. Hier heb je kunt auto lokken. Ja. 1-2 op zijn hoofd, op de voorkant of de achterkant, de staart of zo, weet je wel. Maar je hebt nooit echt het gevoel dat je echt precies daar aan het hakken bent of zo. Het is allemaal nog een beetje losjes, iets te flegmatiek. Ja, ja, en daar waar ik het liefst zou willen dat ik elk ledemaat van zo'n vijand echt secuur zou kunnen aanvallen. Ja. Soms is het dan, en dan gaat die camera, die werkt dan ook weer niet mee, of ik sta onder zo'n beest en ik ben helemaal, mijn gevoel voor richting kwijt, bij wijze van spreken. Als dat nog iets tighter zou zijn, ja, dan zou dit misschien nog wel boven een Monster Hunter game kunnen uitstijgen. Mm-hmm. Nu is het voor mij persoonlijk zo dat dit absoluut wel het niveau benadert. Het voegt ook iets toe met dat bouwen en zo. Maar het weet zich nog niet echt verder in positief opzicht te onderscheiden van Monster Hunter World bijvoorbeeld. En dat is niet erg, want als je al vergeleken kunt worden, als je al op het niveau kunt zitten van een Monster Hunter, ja, dat is natuurlijk heel vet. Ik heb wel het idee dat ze zullen wel snel met extra content moeten komen, want voor mijn gevoel is, als je gewoon puur en alleen met die main missions bezig zou zijn, dan kun je er wel vrij snel doorheen raken. Oké. Okay. Ja. Nou, ik denk, kan me daar grotendeels bij aansluiten. Ik denk dat wat mij het meest eraan teleurstelt, is dat ze inderdaad, het vernieuwt niet echt of zo. Het voelt een beetje aan als een ouderwetse game in een nieuwerwets jasje qua graphics misschien. Maar zelfs de graphics laten ook af en toe wel een beetje hun leeftijd zien. Ja, dit ziet er inderdaad niet zo heel bijzonder uit. Ik durf niet echt te zeggen dat ik het een hele goede game vond. Maar het is zeker geen slechte game. En ik vond het wel eigenlijk wel redelijk vermakelijk. Alleen, ik bedoel, laat ik het zo zeggen, het is een intrigerende game voor mij. Omdat het gewoon die Japanse weirdheid heeft. En dan met mooie muziek. En ja, het is wel een sfeer. Maar ja, er zijn toch nog wel wat verbeterpuntjes waarvan ik denk, ja, dit, ja. Maar aan de andere kant, van zo'n game van een Japanse developer als Koei Tecmo, waar ik vroeger ooit Kessen van speelde trouwens. Ja. Ja, je weet wel een beetje wat je in huis had als je van zo'n dev een game koopt. Dus. Oké. Okay. Ja, maar het geeft absoluut wel ruimte voor een Wild Hearts 2 wat mij betreft. Als dit commercieel gezien succesvol genoeg gaat zijn voor EA, dat is altijd maar de vraag natuurlijk. Maar het zou mij heel tof lijken als ze op een gegeven moment op basis van de kritieken die ze zullen krijgen, en die gaan ze absoluut ook wel krijgen, maar dat ze daar dan een bigger, better, improved version van Wild Hearts 1 gaan maken. En dat we dan over een jaar of 3 of 2 misschien al gewoon Wild Hearts 2 krijgen. Die de kritiekpunten die wij hier aanstippen behandeld hebben, aangepakt hebben. En dat we dan echt een hele goede Hunter game gaan krijgen. In plaats van gewoon nu een toffe, goede Hunter game. Een aardige Hunter game. Oké. Okay. Dat is meer dan aardig. Meer dan aardig. Een meer dan aardige Hunter game. Mocht je hem nu zelf willen gaan uitproberen, dat kan vanaf aanstaande vrijdag 17 februari. Dan ligt hij in de winkels.